Ik ben Esma, ik ben 12 jaar oud. Wat vind je van CVTV? Ik vind CVTV leuk. Wat vind je er leuk aan? Ik vind het leuk aan, want als ik CVTV kijk op televisie, dan zie ik alle kinderen uit Delfshaven. Hoe bedoelt u de eerste keer? Dat je op tv bent? Nee. Wat heb je nog meer gedaan? Eerder heb ik op dansding gezet en toen werd ik gefilmd en ging dansen op school. Hartelijk bedankt voor het interview. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Oh. Hallo, kan je jezelf voorstellen? Ja, ik ben Shavia, ik ben 12 jaar oud en ik zit op OBS De Driehoek. Wat vind je van OBS De Driehoek? Ik vind het een hele leuke school. En wat voor activiteiten hebben ze dan? Muziek, drama, interviewen. Nog veel meer. En nog veel meer. En waarom heb jij per se voor CWTV gekozen? Omdat ik het leuk vind om te interviewen en te monteren en filmen. En wil jij later dan ook iets met film gaan doen? Nee, dat niet. Oké, dankjewel voor het interview. Tot ziens. Hallo, mag ik je voorstellen? Ja, ik ben Ilham. Ik ben 10 jaar. En ik zit op OBS De Driehoek. Wat voor activiteiten doen jullie hier allemaal op school? En vind je het hier leuk op school? Ik vind het hier leuk op school. En er zijn hele leuke activiteiten zoals drama, CVTV, muziek, schilderen en nog allemaal andere dingen. En wat vind je leuk aan CVTV? De montage die je daar doet en de film en dat je wordt geïnterviewd en dat soort dingen. En welke klas zit je eigenlijk? Zit ik op 7, 6, een combinatieklas. En welke meester of juffrouw heb je geïnterviewd? Ik heb twee juffrouw's, Anoushka en juffrouw Chida. En ik heb ook nog een meester Galit. En wat vind je van meester Galit, juf Chida en juf Anoushka? Het zijn hele gezellige juffen en meesters. En leer je ook veel op je school? Ja, vooral door meester Galit. Ja? Oké. Okay. Bedankt dat ik je mocht interviewen.